Ja, en van je vrienden moet je het hebben. En Joppe, dit keer een record. Een recordje. We zijn op Curaçao en we hebben via via al iemand leren kennen. En Jan, we hebben hem nog nooit gezien. Maar als het goed is, staat hij ons hier met een naambordje op te wachten. Aan de andere kant. Kijk. Ja. Hey, Thijs. Ja, mooi bordje, Joep. Dankzij Jan, man. Ik kom goed uit, want mijn vrouw zegt weer niet weg naar Nederland. Dus jij... Oh, mannenhuis. Ik heb... Probeer nog wat tijd, man. Het is niet het land dat je trip maakt, maar het zijn de mensen die je ontmoet. Maar hoe kom je nou op een dikke jacht, bij een filmster of op een stier terecht zonder te schooien? Juist, vrienden maken. En die zijn voor het leven. Althans, alleen als ze in ons BFF-boek hebben geschreven natuurlijk. Je ziet het allemaal in Van je vrienden moet je het hebben. De main reason dat we hier zijn is dat we een wedding gaan crashen. Alleen, we willen nu even een biertje met jou doen. En we bedenken ons dat diegene die gaat trouwen ons niet mag zien. Ja, dus... maar dit was over 3 dagen. Jan met nog een paar goede undercover tentjes. Dus Jan, waar ga je ons naartoe brengen? Ik ga jullie naar Chill brengen, jongens. En daar heb je een heerlijk biertje. Een heerlijk biertje? En dan kunnen we lekker wegduiken als het moet. Ja, mooi. Onder water. Ja, hier, hou het even de was op. Ja, ja. Mama, heb je zelf een werk? Zo doe jij de was. Ja, zo hang je de was op. Weet je wat nou mooi is? Een paar uur geleden kenden we Jan dus nog helemaal niet. Via via kregen we zijn naam door en stuurden we hem een app. Hij vroeg ons, hebben jullie eigenlijk al een transfer van de airport naar jullie hotel? Nee, zeiden wij. Oh, dan haal ik jullie wel even op. Mooi Jan, graag. Een paar pilsjes later vroeg hij, maar hebben jullie dan eigenlijk wel een hotel? Nee Jan, wij zien altijd wel waar het schip strandt. En aangezien Ineke, de vrouw des huizes, in Nederland zit, strandde ons bootje vanavond in de villa van Jan. Good morning, Curaçao. We hebben een heerlijk ontbijtje gehad van ome Jan. Jan had zo'n lekker eitje gemaakt dat hij zelf vergeten om top te eten. Niet te veel lult gewoon. Dat is wel een beetje een ei. Dat is wel een beetje ei. We zijn uitgenodigd om te gaan powerboat racen. Dat laten we ons geen tweede keer vertellen. Dus we gaan even koekeloeren bij powerboat. Caribbean, Taboosh, hotel, en dan gaan we eens eventjes die water onveilig maken. Ga je mee Jan? Ja, als het zo uitkomt, moet ik wel even mee. Heb jij een zwemdiploma? Ik heb mijn zwemdiploma A en B. Oh, dat moet wel lukken dan. Ja, we hebben natuurlijk in Nederland al wel eens op een powerboot gereden. Gevaar, hè? Maar ja, eigenlijk wilden we het natuurlijk op een mooie plek doen, zoals Curaçao. Ja, gewoon met een beetje zon, want toen we in Nederland waren was het windkracht 10. En ging het hard aan toe. Maar nu is het 25 graden en we hebben gefixt dat we met een paar gave gasten hier van Caribbean Powerboat even kunnen gaan varen. En volgens mij staan ze er al. We hadden verwacht dat ze misschien wat te laat zouden zijn, maar netjes stip 10 uur. Hey man. Hoi, Tamara. Leuk, superleuk. Hey, dit is een andere koek, hè, Joep. Dit is een lekker bootje wel. Hoeveel pk's hebben we aan boord hier? 2 keer 300. Lekker. Ging wel bijna. We gaan nu eventjes lekker. We zijn hier bij Spaanse water. We gaan zo meteen even richting de Janse Vaart en zo even knallen op vlakwater. Even laten zien die mooie huisjes. Misschien zie je iets wat je wilt kopen. Daarna gaan we meteen even door naar op zee, de Caribische Zee. Het is niet zo vlak als Nederland. We gaan even hoger varen. Ja. Even laten zien. Jij gaat het varen. Ja. Nee, kan je een beetje varen? Ja, zeker. Opgegroeid op het Spaanse water, vanaf klein varen, dus het zit in de bloed. Lekker ouwe! Ja, ik zou zeggen, kom maar, we gaan gewoon lekker toch? Start hier maar door! Yes, let's go! Maar Jan, ik had er wel mee, het is bijna een wiervraag. Ik ga even kom maar, door. Ik hou je vast, hey. Joh, dan lig je weer in het water natuurlijk. Zijn jullie ook gezegd? Ja, ja. Ja? Ja. Op de ja. Maar hij is een beetje een powervrouw dan, of niet?
kijken of ze er kwijt zijn. En dan draaien we om en dan gaan we eens even langs de ruige kustkant van Curaçao richting Playa Canoa. Daar hebben we ook een blowhole gat in de rotsen waar het water loopt. Maar is dat het natuurgebied of het toeristisch gebied? Of wat, nee, wie vindt dat? Waar wij nu naartoe gaan is geen toeristisch gebied. Jan, wat ik me afvraag, ik zie overal autowrakken in de tuin staan. Rijkdom, jongen, rijkdom. Rijkdom? Rijkdom. Mensen willen laten zien dat ze wat hebben. En dan hebben ze 1, 2, 3, 4 oude autowrakken in de tuin staan. Daarmee heb je wat aanzien, hè? Ze brengen het niet naar de sloop, maar ze zetten het gewoon in de voortuin neer. Als je ze in de voortuin hebt staan, dan kan je zaken doen. En hoeveel auto's heb jij in de voortuin staan? Hier ook, deze heeft te veel. Een stukje van dat materiaal waar ik eigenlijk niet van hou, dit man. Wel gassen, Jan. Hé? Wel gassen. Gas erop, Jan. Pop. Ja. Kom op. Ja. Hier vol erin, nu kunnen we wel gassen. Heb je een vrouw al gemeld dat je onze pad bent, of niet? Dus ze weten dat jullie komen, ze weten niet in welke extensies dit... Ik weet niet dat je met 90 km per uur over het water bent geruist en dat je nu dat de volgende... Durf je deze kant op te kijken en niet kijken waar Jan op blijven kijken, hè? Ja! Jan, je bent ook een geitenherder? Ik ben een geitenherder. Ik heb twee geiten bij me, dus Zo, ik zet er veel heen. Ga je er nog harder lopen? Kijken wat ze doen. Weet je, kanaat, joh. Dat doet hem helemaal niks, die Jan. Nee, toch? Ja, die boer wel, die is niet al zijn geit kwijt. Ja, die krijgt zure melk van haar. Wat een baas is het toch. 68 jaar en hij voelt als een vriend van 30. We rijden nu aan de oostkust van Curaçao. Ook wel de ruige kust genoemd. Voor de echte paradijselijke baaitjes moeten we nog wat verder richting Westpunt. Maar helaas hebben wij daar nu geen tijd voor. Maar ook hier is het adembenemend mooi. Moet je zien hoe het water tegen die kades opknalt en de afstandsbediening van onze drones loopt. En Jantje die is bewegwijzeraar, die maakt allemaal bordjes. En hij is nu boodschappen aan het doen, voor ons ook. Om te verrassen en om een vriendenboekje te laten schrijven, hebben we een speurtocht uitgezet. Ja, Jantje leuk vindt, hè? Kijk, volgt de bewegwijzering en dan gaan wij daar met ons vriendenboekje zitten dadelijk. Ik had mijn vak moeten kiezen, man. De grafische vormgeving. Je bent toch een dagje of twee weer op pad geweest. Ja. En, we zijn nog niet klaar, hè? We zijn zeker nog niet klaar. We gaan nog leuke dingen doen. Maar het gebeurt niet vaak dat je vrienden wordt met een man die tegen de 70 gaat lopen. Dat bedoel ik. Dus Jan, je kent ons concept inmiddels. Ja, leuk. We hebben een prachtig boekje en ik denk dat jij er gewoon in hoort. Ik ga er maar even wat leuke dingen zitten, man. Ja, leuk. We hebben maar ik vond het super tof, man. It keeps me young. Hey. Maar ik zag die pijl naar beneden en ik zag dit mijn vieze onderbroek al liggen. Maar die pijl naar beneden. Jan, over routes gesproken, wij zijn blij dat onze paden gekruist zijn. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk wat jullie vonden. Ik heb ervan genoten en weet je, ik hoop dat ik een beetje energie gegeven heb. Ik heb genoeg teruggekregen. Ja, mooi. Ja, dan krijgen jullie nog een beetje energie terug. En nee, dan gaat het over het leven. Hey. Leuk, man. Hey, we hebben nog één speciaal dingetje. Oh, ja. En dat is iets nieuws. Kijk, een half jaar geleden inmiddels waren we in Libanon. Ja. En toen zaten we met Petertje te praten. En Peter zei, is het niet leuk? Jullie gaan overal langs en je maakt overal vrienden. Om een soort ruilspel op te zetten. Ruilspel. Peter had een zakmes dat hij al 5 jaar had. Ja. En die heeft hij aan ons meegegeven. Met de bedoeling, geeft hij aan iemand anders. Ja. Die mag dat van mij hebben. En dan is het de bedoeling dat die weer iets anders geeft dat wij weer doorgeven. Super leuk idee, man. Het enige puntje wat jammer was, is dat het zakmes niet met het vliegtuig in mocht. Nee, dus, dat mag niet natuurlijk. Maar hij heeft iets anders opgestuurd. Dat heb ik laatst gekregen uit Libanon. Dit is voor jou. Er zit een briefje bij. Ik weet niet wat. Ja, het is wel een mooie belettering, maar... Hier, is de mok. Ik ga eens even kijken. Weet je, hij heeft het ook nog een beetje in het Arabisch gedaan hier. Hier Thijs en Joep. Merry Christmas. Till
Robert. Ja, dat is een trouwerij. Weer uit de jongens, super bedankt man. Ik ga iets hartstikke leuk vinden. Dus mokkie is voor jou en dan... Ik geef toch iets extra's aan het leven. Vind je niet? Ja, mooi toch? Super joh. Het is 7:15 en de tuinmannen komen eraan. Maar ja, hoe het hier in Curaçao gaat, normaal in Nederland vragen ze op de koffie. Hier pak ze gewoon een lekker pilsje hoor. Hey boy! Ja! Best start of the day, man. Ja, wat? The best start of the day. Yeah. Yes. Yeah. Good. Start with beer. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Okay. Nice, man. Hey, Jantje, we gaan het weer toenemen. We gaan even naar Barbara Beach. We trekken even naar Hibbers. Strakke strepen over het Spaanse water. Die strakke strepen heb ik ergens anders vanochtend ook gezien. Ja, ja, ja. En diezelfde coolbox die. Ja, maar Jan is vroeger Nederlands kampioen zeilen geweest. In de waterbaan. In de waterbaan. Yo Jan. We zijn varen, jongen. We zijn los. Heel veel weer los op de kant. Go rock around till the sun come up. So roll around. Go wake you up. Go rock around tonight. I got a rockin' sound that'll make you scream. Wat moet jij doen? Moet we gaan hangen zo? Of... We zijn even terug bij Ome Jan, onze grootste vriend van het eiland. Ja, 4 dagen tijd gehad om een boekje te schrijven. Ik heb daar goed over nagedacht, mannen, wat ik zou moeten schrijven. En over het cadeautje heb ik goed nagedacht. Ik heb een leuk artikeltje geschreven voor jullie in een boekje. Het Grond van Mart, lees het. Dan doen we je voordeel mee. Ik heb voor mijn opvolgende vriend heb ik een heel leuk cadeautje gekocht. Wat mij echt aan het hart gaat. Het gaat over het eiland, het gaat over mezelf. Ik hoop dat hij veel plezier aan beleeft. En ik hoop dat de mannen met dit systeempje... succes hebben en de genoegens mogen beleven van volgende vriendschap. Het is een hartelijk gegeven. Jan, ik heb het goed. Dat is een waar genoegen. Bedankt. Okay. Hoor dat jij hem ontmoet hebt. Jan, gauw pik. Oké, jongen, dankjewel. Zo, Jantje staat in ons boek en in ons hart gegrift. Op naar onze BFF's, Sheikh Robert en ome Chris, met wie we Colombia onveilig gaan maken. En uiteraard gaat onze entree niet onopgemerkt. Trouwens, die fakkels die hebben we dus gebruikt voor iets wat al jaren op onze bucketlist stond. En waar we in het begin van deze aflevering al over hadden. De Wedding Crash. Mocht je deze video nog niet gezien hebben, check hem zeker even. Link staat in de beschrijving. Dit was Curaçao. Vond je het tof? Doe een duimpje omhoog. En mocht je nog iets van Curaçao willen weten of over ons, laat je vraag dan achter in de comments. Fijn weekend en tot volgende week.